SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij de samenvatting van de wedstrijd SV Urk tegen SV Barendrecht op zaterdag 22 april 2023. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Besselsen en onze pupil van de week is Johan Hartman. En Johan Hartman die kan zijn doelpunt gaan maken in de stromende regen, want aan het begin van de wedstrijd was het heel hard gaan regenen en dat zou in ieder geval de hele wedstrijd zo blijven, al zou de intensiteit wat minder worden. Maar Johan Hartman scoort een prachtig doelpunt. In de beginfase had Urk wat moeite om de combinatie via het middenveld te spelen en gebruikte Barneveld de ruimte die daar wel viel. En met name nu aan de rechterkant een paasje naar de buitenkant en dan komt de voorzet. Teruggekopt en helemaal vrij op de 16 meter lijn. Daar staat de middenvelder van Barendrecht, Forthoorn, en hij scoort de 1-0. En dat is in de 18e minuut. En Richard Schrijker die vraagt zich af waarom geen dekking zo verder van het doel af. Maar ze staan wel achter met 0-1. En dat is na een 20 minuten. Maar Urk wist de draad op te pakken en met name de combinaties op het middenveld gingen steeds beter lopen. Vooral aan de linkerkant, waarbij nu Hesselsnoek voorzet geeft hij aan Lucas Tol. En Lucas Tol met een schot en een beetje een fladderend schot. En het is de doelman van de Meer van Barendrecht die zich daarop miskijkt. En het is 1-1. Een mooie goal en een opsteker voor SV Urk dat steeds beter in de wedstrijd kwam. Dan gaan we verder. Na ruim een half uur spelen is het Barendrecht dat opnieuw probeert de aanval te zoeken. En ze doen dat iedere keer met een vrij rustige opbouw. Om te proberen de verdediging van SV Urk met lange ballen onder druk te zetten. Zoals hier ook. En er komt weer een cornerbal. Maar het lijkt een vrije bal. En weer op de 16 meter lijn. En kan Olijf daar prachtig schieten. Maar het is het Richard Strijker met 1, 2 en 3 reddingen op rij. Waarmee hij de achterstand van Urk voorkomt. Schitterende actie van de doelman van SV Urk, Richard Strijker. Na ruim een half uur spelen. En zo blijft de stand 1-1. Naar die opgelegde mogelijkheden van Barendrecht. Maar het was een wedstrijd waar iedereen op de tribune echt van genoot. Want het was Urk dat ook zeker de aanval zocht. En hier een overtreding, maar voor de regel toegepast. En dan is het een schot van Klaas Ronkers dat kracht en richting mist om echt gevaarlijk voor doelman van de Meer te worden. Bal gaat naast. Johannes Schrijver naar Benny Dunning. Benny Dunning die begint daar aan een solo. Risicovol, maar speelt daar 2 tegenstanders uit. Speelt daar 3 tegenstanders uit. En dan komt hij de 4e tegen. Die laat hij ook zijn hakken zien. En dan uiteindelijk komt de paas naar de buitenkant, naar Rikert Jan Brans. En dan komt de voorzet, maar die mist net iedere zuiverheid om verder gevaar te worden. Naar die prachtige individuele soloactie van aanvoerder Benny Dunning. Is het Barendrecht dat opnieuw de aanval zoekt. En dan is het uiteindelijk Robert Olijfveld die alleen voor doelman Strijker komt. Maar het tintje van doelman Strijker redt die bal en gaat ten koste van een hoekschop die verder niks opleverde voor Barendrecht. En blijft het gewoon 1-1. En dan zijn we toch al halverwege over de helft van de eerste helft. Waarbij Barendrecht opnieuw de voorzet wel meer in balbezit. En dan komt de bal met een beetje geluk voor doelman Strijker op de lat. En in de rebound is het geen gevaar meer. Want daar heeft de scheidsrechter geconstateerd dat de speler buitenspel stond. Mooie combinatie daar van Urk aan de linkerkant met Lucas Nagel die op het randje van de 16 meter lijn onderuit gehaald wordt. En dat levert de gele kaart op voor de speler van Barendrecht.
En dan komt de vrije trap. Johannes Schrijver achter de bal en Jan Ras. Eén van de twee gaat die bal nemen. En het is zo te zien toch Johannes Schrijver die het initiatief neemt. En korte aanloop en heel hard maar in de muur. En is het een eenvoudige prooi voor doelman Van der Meer van Barendrecht. Zo naderen we het einde van een hele spectaculaire en interessante eerste helft. Waarbij Urk zeker qua voetbal niet te minderen was. Met nog een misverstandje tussen Klaas Kramer en Richard Strijker. Maar dat is in ieder geval ook geen gevaar meer voor de doelman van SV Urk. En dan gaan we langzaam naar de rust toe met nog een mogelijkheid voor SV Urk. Aan de buitenkant is het Lucas Tol. Zoekt de achterlijn op en legt die bal heel mooi terug. En is het een hakje van Lucas Nagel. Maar daar net op het juiste moment reageert doelman Van der Meer van Barendrecht. Om erger voor zijn ploeg te voorkomen. En komt er nog één aanval. Een afstandsschot en een heel gevaarlijk afstandsschot van een meter of 30. Maar de paal brengt redding voor SV Urk. En zo gaan we richting de ruststand 1 tegen 1. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Vol vertrouwen kon Urk de tweede helft tegemoet gaan, want het einde van die eerste helft waren ze zeker te gelijkwaardig. Maar in die beginfase was het meteen Barendrecht dat de aanval zoekt met een voorzet van de rechterkant. Waarbij eerst Lucas Tol uitgespeeld wordt. De kopbal levert een hoekschop op. En dat is de eerste na de rustfase. En die hoekschop die draait heel mooi in richting tweede paal. Maar daar staat Johannes Schrijver precies goed opgesteld om die bal van de doellijn te halen. En blijft het 1 tegen 1. Barendrecht wel iets meer in de aanval, opnieuw met een voorzet, maar keurig teruggelegd daarop via de borst door Lucas Nagel op doelman Strijker. Rikert Neentjes naar de buitenkant op Hesselsnoek en dan komt Lucas Tol. Lucas Tol met een individuele actie schiet daar en dan is het Klaas Romkes die daar alleen voor de doelman Van der Meer dreigt te komen. Maar het is uiteindelijk de verdediger van Barendrecht die de bal over de achterlijn speelt. En dan krijgen we toch wat commotie daar tijdens die beslissing van de scheidsrechter. Omdat Barendrecht vond dat Klaas Romkes daar een overtreding had gemaakt en dan komt Lucas Nagel eraan gelopen. En wat daar allemaal gebeurt, uiteindelijk zie je dat iedereen zich bemoeit met de opmerking die mogelijkerwijs Lucas Nagel gemaakt heeft. En de scheidsrechter heeft alle moeite om de spelers uit elkaar te houden. Maar hij grijpt al naar zijn borstzakje. En de vrees die iedereen op dat moment heeft, is toch nog even een momentje dat hij hoopt dat het bij een gele kaart blijft. Maar nee, het wordt direct rood voor Lucas Nagel. En al in de 50ste minuut, dus na 5 minuten in de tweede helft, dan moet Urk verder met 10 mensen tegen 11 van Barendrecht. Vanaf dat moment was het Barendrecht dat het veld heel breed hield. Vooral aan de buitenkanten, waarmee ze iedere keer Urk dwongen om uit te stappen. En voorzet op voorzet leverde. En dat leverde ook de nodige corners op, zoals hier. En dan is het uiteindelijk toch de Urk-verdediging die stand weet te houden. En opnieuw een prachtige reactie van Richard Strijker. Die nu alle tijd neemt om het spel te hervatten. Want tijd is tijd bij de 1-1 ruststand en nog steeds in de stromende regen. Goede voorzet aan de buitenkant van Hesselsnoek. En dan is het Lucas Tol die een teenlengte tekort komt om die bal achter de doelman van Barendrecht te spelen. En dat was eigenlijk een hele mooie mogelijkheid van Urk om tegen de verhoudingen misschien toch nog een doelpunt te maken. Maar dat lukte niet. En is het Barendrecht dat blijft aanvallen. En vooral via die zijkanten, waarbij de voorzetten iedere keer weer voor gevaar zorgden in het doelgebied. Maar kansen gaf Urk tot de 75ste minuut eigenlijk niet weg. Weer naar die buitenkant voor een voorzetje van de rechterkant. En dan is het uiteindelijk dan toch in de 81ste minuut dat Barendrecht op een 1-2 voorsprong komt. Doelpunt van Anes Sergini.
die uiteindelijk een grote teleurstelling natuurlijk bij Richard Strijker. Want het leek erop dat ze die 1 tegen 1 over de streep zouden kunnen trekken. En op dat moment ging Urk 3-3-3 spelen met meer aanvallende intenties. Waarbij hier Benny Dunning ook inschuift met een hoge voorzet richting tweede paal. Intussen richting de invaller Jelle de Boer en de andere invaller, dat was Andreas Gnodde. Maar zij moesten de aanval komen versterken. Dat leverde uiteindelijk geen kansen meer op voor SV Urk. En na een prachtige eerste helft en toch wel een teleurstellende rode kaart in de 50ste minuut. En op dat moment werd er dus 10 Urkers tegen 11 mensen van Barendrecht. En was Barendrecht uiteindelijk toch de bovenliggende partij. En zij gaan met een 2-1 overwinning huiswaarts. En is het Urk dat alleen maar de teleurstelling moet gaan verwerken. En volgende week geen competitiewedstrijd. Maar over 14 dagen gaan ze naar GVVV in Veenendaal. En over 3 weken dan wacht de topper. Spanning onderin tegen Excelsior 31 uit Rijssen. Deze wedstrijd gaat teleurstellend verloren met 2 tegen 1. En de winst dus voor Barendrecht. Nu gaan we luisteren naar de analyse van trainer Spijkerman van SV Urk. Bij SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. En het was die rode kaart. Weet jij wat er gebeurd is? Ik kon het niet waarnemen. Weet jij wat er gebeurd is? Nou, Lucas heeft blijkbaar wat gezegd wat onacceptabel was voor de scheids. Wat hem, waardoor hij automatisch of eigenlijk direct de rode kaart trok. Ja, daar wil ik het eigenlijk bij laten, want er zijn allerlei lezingen. En ik weet het ook niet exact, dus als ik wat dingen ga roepen die dan later herroepen moeten worden, daar voel ik niet zoveel voor. Maar blijkbaar is er iets gezegd wat niet door de beugel kon. En dat in de 50ste minuut. En dan ga ik toch even terug naar de eerste helft. Want dat was voor de toeschouwer genieten. Want het was een wedstrijd die jullie na 10 minuten, toen je nog wat zocht naar de combinatie op het middenveld, maar toen lukte dat, en met name aan die linkerkant. En toen had je grip op de wedstrijd. Ja, dat klopt. We hadden inderdaad in het begin moeite. Het is gewoon een hele goede ploeg. Een zeer ervaren ploeg, en dat kon je in de wedstrijd ook wel zien. Waar we echt in het begin moeite mee hadden. En wat zij voornamelijk deden was de lange bal spelen op hun spitsen. En de afvallende bal, die hadden we niet altijd. Er ontstond ook de goal uit zo'n lange bal die dan op de rand van de 16 neervalt. En waar zij dan uit scoren, waar we eigenlijk onvoldoende de ingrepen, te gemakkelijk de man aan de bal tot schieten lieten komen. En dat was eigenlijk het gevaar bij hun. Maar als je dat verder in de wedstrijd keek, er was vaker dat ze de ruimte kregen, net zo op de 16 meter lijn, dat de verdedigers wat bleven hangen. Klopt dat? Nee, maar ja, ze dwongen ons natuurlijk ook als je de lange bal speelt, dan dwing je ze ook wel terug. Want er was niet altijd druk op de bal. Dus je kunt wel vooruit verdedigen, maar dan moet je wel druk op de bal hebben. Op het moment dat je die druk niet op de bal hebt, word je ook gedwongen om wat naar achteren te lopen, om zo min mogelijk ruimte in je rug weg te geven. Ja, en als dan die bal gegeven werd en we kunnen hem onvoldoende wegwerken, dan ontstonden er wat hachelijke situaties. Maar aan de andere kant, daar hebben wij in mijn beleving goed voetbal tegenover gezet. Ja, inderdaad, want dan valt op een heel gunstig moment die 1 tegen 1 van Lucas Stol. Een mooie zwabberbal, om zo maar te zeggen. En dan ga je met 1 tegen 1 de rust in, met veel vertrouwen, denk ik. Ja, dat klopt, omdat we volledig in de wedstrijd zaten. En er was geen vuiltje, of geen vuiltje in de lucht. Het was een mooie wedstrijd, over en weer. Ik vond dat we wel iets meer kansen hadden moeten en kunnen creëren, maar dat gebeurt dan niet. Maar het veldspel was in ieder geval prima. Je ziet ook bij ons, de opbouw, het gaat van week naar week beter. We durven de bal te vragen, we durven gedekte middenvelders in te spelen. En dan van daaruit naar de zijkanten toe en de backs die dan op zoek gaan naar de aanvallers. Ja, dat ziet er gewoon goed uit. En er waren een paar aanvallen bij, ook over de linkerkant beginnen, uithalen via de as van het veld en openen de andere kant. En dan doorkomen met een voorzet. Ja, zo wil je eigenlijk hebben dat het voetbal gespeeld werd. Ja, en dan die rode kaart. Ja, dan wordt het 11 tegen 10. Ja, dan kun je eigenlijk maar één ding doen. Dat is verdedigen en die lange bal gaan spelen in de hoop dat er wat uitkomt. Jullie hielden dat wel heel lang vol, want verdedigend stonden jullie goed, hè? Ja, we moesten heel ver terug. En met name, we gingen toen met twee spitsen spelen. Met Hessel en met Lucas Stol. Ja, die hebben zich 3 slagen in de rondte moeten werken. Want één van hun kon blijven.
De andere moest bijna terug als rechtsback, omdat ze hielden het heel breed. Ja, en dan kun je het bijna niet hebben dat je back uit gaat stappen, want dan krijgen ze zoveel ruimte aan de zijkanten. Dus die vleugelspits of de spitsen van ons moesten daar gigantisch veel werk in verrichten. En dat hebben ze gedaan. Maar ja, het kost zo ongelooflijk veel kracht, dus vandaar ook dat ik ze gewisseld heb. En dan valt uiteindelijk in die 80ste minuut die 2-1. Ja, dan kun je nog een keer hopen, want aanvallend werd een Urk nog wat sterker. Hè. Ze voetbalden wat meer nog op de helft van Barendrecht. Maar ja, het leverde eigenlijk geen kansen meer op, met uitzondering van een voorzet van Hersensnoek op Lucas Tol, die bijna intikte. Maar ja, dat woord je bijna, dat geldt niet, hè? Nee, daar heb je niks aan. Maar ik vind wel dat we in die fase, toen gingen we echt 3-3-3 spelen met heel veel risico's. Dat weet je ook, hè, dat je dan veel ruimte weggeeft achterin. Maar je ziet toch wel dat een tegenstander toch ook een beetje schrikt, want die gingen terug. En wij gingen wat meer de lange bal spelen. En ja, dan hoop je eigenlijk hetzelfde wat hun voor elkaar kregen eerste helft. Dat er ergens een bal valt voor de voeten van een van onze spelers en die dan tot afwerking opkomt. Nou, dat zat er helaas niet in. Maar ik vind wel dat we vanaf het moment dat we met 10 man moeten gaan spelen, ja, dat we echt ons 3 slagen in de rond hebben gewerkt. Iedereen eigenlijk, het hele elftal, niet alleen de spitsen, maar het hele elftal. Ja, dan hoop je dat je misschien nog echt stiekem een goaltje meepikt, maar dat zat er vandaag niet in. Nee, en dan in ieder geval volgende week een weekje rust, dan Veenendaal. Ook niet de makkelijkste tegenstander over 3 weken. Ja, dat wordt de wedstrijd misschien wel van het jaar tegen Excelsior 31 uit Rijssen. Veel succes in de komende voorbereidingen. De kans dat Lucas Graal, want die was geblesseerd en die de neentjes geblesseerd, tegen die tijd hersteld zijn. Dan kun je weer over een volledige selectie beginnen, met uitzondering natuurlijk van Lucas Nagel. Henny, dankjewel en veel succes in de komende weken. Ja, dankjewel. Dank jullie wel.